Meneer Bontebal. Dank, voorzitter. Ik ken de heer Veldkamp als een pro-Europeaan. En ik vind het wel een signaal dat dit de eerste motie is die zijn partij indient. Als je Europa als een gemeenschap beschouwt, en dat beschouw ik Europa niet als eerste als een, nou ja, een economische samenwerking, maar een gemeenschap van waarden, dan is zo'n motie, vind ik, wel bijzonder. Omdat ik denk dat je juist de Europese samenwerking wel degelijk verzwakt door als Nederland over opt-outs te beginnen. Het ligt nu niet voor. En dan is het wel bijzonder om daar in je eerste debat, zeker een debat over de uitslag van de verkiezingen, waar dit onderwerp ook helemaal niet ter sprake is geweest, dat wel als een motie als eerste wapenfeit in te dienen. Naast het feit dat de dag daarvoor ook een motie is ondertekend over financiering van de hulp aan Oekraïne, wat de facto betekende dat het allemaal binnen de begroting moest worden opgelost en eigenlijk de financiering voor de hulp aan Oekraïne eigenlijk moeilijker werd gemaakt. Dus ik vind dat wel een signaal waarvan ik denk, ja, is dit nou de koers van NSC? Ik denk dat je eigenlijk een vrijbrief gaat geven aan juist mensen als Orbán enzovoorts om exact dezelfde eisen te gaan stellen. En dan is het hek van de dam, want dan verzwak je juist Europa als gemeenschap en wordt Europa echt een stuk minder effectief. Naast het feit dat Denemarken heeft dan die opt-out, dat kunnen wij niet op diezelfde manier bedingen zoals mevrouw Koekoek net zei. Maar Denemarken is daar niet effectiever mee geweest. Er zijn hele delen van het terrein van JNV waar Denemarken nu helemaal geen invloed meer op heeft. Ze moeten zelfs soms uit de Kamer als er onderhandeld wordt over bepaalde onderdelen, omdat ze niet meer mogen meepraten. Dus die opt-out is ook vaak helemaal niet effectief. Dus ik verwacht daar wel een reflectie op van collega Veldkamp. Meneer Veldkamp, reflectie. Ja, wordt u voorzitter, reflectie. Het lijkt op een Europacommissie in plaats van een JNV-commissie hier. Ik dacht dat we het over asielbeleid vooral zouden hebben. Als u kijkt waar moties over zijn ingediend vorige week. Ik heb ook een motie mede ingediend over met GroenLinks PvdA. Over het voortzetten volledig van de steun aan Oekraïne. Ook met D66 over het bieden van bilateraal van technische assistentie aan Oekraïne en Moldavië. In het kader van het openen van de EU-toetredingsonderhandelingen. Zeer constructief, zeer pro-Europees in beide gevallen. Had ook iets anders kunnen kiezen. Een motie over opt-out. Ja, wij vinden dat dat moet kunnen behoren tot het arsenaal, tot de opties die je hebt en die je ook als lidstaat hebt. En nogmaals, ik vind niet dat dat het Europese constructie in principe ondergraaft als een land op een bepaald terrein, als het constateert dat het zijn belangen schaadt en dat bepaald beleid niet voldoende werkt, dat het voor een opt-out kiest en dat andere EU-lidstaten wel kunnen voortgaan. Daarmee bevind ik me helemaal niet in het kamp van meneer Orbán. Meneer Orbán zou misschien zelf moeten denken aan vele opt-out of een volledige opt-out uit de EU. Ik ga het woord geven aan meneer Bontebal. En misschien, ik heb even getwijfeld, moet ik het voort laten gaan. Maar op zich, de opt-out raakt natuurlijk wel asiel- en vreemdelingenbeleid. Dus ik kan me voorstellen dat collega's daar vragen over hebben. Maar misschien dat we na deze vraag van meneer Bontebal dit thema kunnen afronden en verder kunnen gaan. Meneer Bontebal. Ja, ik wil wel corrigeren. Ik heb niet gezegd dat u in het kamp van Orbán zit. Absoluut niet. Dat doet denk ik geen recht aan wat ik zei. Ik denk alleen dat je met dit soort moties een signaal in Europa geeft dat ook andere landen dit kunnen uitonderhandelen. En dat daarmee de facto de Europese samenwerking verzwakt. En ik denk dat we die juist nodig hebben om dit soort grote thema's als migratie en asiel op te lossen. Dat laat denk ik gisteren en vanochtend ook zien. Het is mogelijk om tot een asiel-migratiepact te komen. En dat zal voor sommige partijen te weinig zijn. Het zal voor sommige partijen te veel zijn. Maar de enige manier waarop we echt verder komen in dit soort thema's, migratie, maar ik denk ook aan dingen als klimaat, is toch echt via Europese samenwerking. En daar hoort bij, als je Europa beschouwt als een gemeenschap, dat je niet altijd je zin krijgt. En dat je dus, denk ik, niet de opt-out als een van je eerste wapenfeiten als politieke partij die toch pro-Europees is, op tafel zou moeten leggen. Meneer Veldkamp, hij heeft er veel over gezegd ondertussen, ja, maar misschien tot laatste. Slot. Ja. Dank u, voorzitter. Ja, signaal is het. Verwateren van de Europese samenwerking zie ik hier niet in. Nogmaals, ik vind dat dit in het arsenaal moet zitten van mogelijkheden. Voor nu ben ik blij met de doorbraak die er in juni was in de JBZ-raad over het asiel- en migratiepact en nu in de triloog met het Europese parlement. En kijk uit naar de brief van de staatssecretaris.